Hey, welkom in een nieuwe video en podcast waarin ik het met jou wil hebben over de vraag: wat is mijn missie? Dat is een vraag die heel wat mensen stellen. Een vraag die heel vaak aan bod komt in readingen, in channelingen, in coaching. En vaak komt er dan ook mee van: als ik weet wat mijn missie is, dan zal alles beter gaan verlopen. Of wanneer ik mijn missie kan gaan doen, dan zullen al mijn problemen opgelost zijn. Of als ik weet wat mijn missie is, dan ga ik ook weten wie dat ik ben. En misschien herken je dat ook wel bij jezelf, nu of een tijdje geleden. Maar eerst en vooral is het belangrijk om jezelf af te vragen wat de onderliggende reden is. Wat maakt dat je wenst te weten wat je missie is. Want vaak is het omdat we niet goed weten wie dat we zijn, waardoor dat we eigenlijk hopen door een antwoord te krijgen op onze missie, dat we dan eigenlijk ook een antwoord krijgen van buitenaf van wie zijn we en wat komen we hier doen. Maar stel jezelf ook de vraag van waar komt het idee dat je denkt dat je missie moet hebben. Misschien is jouw missie al vervuld door gewoon nu te leven, door je gewoon nu rond te lopen. Want tenslotte heeft niet iedereen een missie ten aanzien van het collectief door bijvoorbeeld een healer of een lichtwerker te zijn of wat dat dan ook mag zijn. Dus sommige zielen vervullen hun missie door hun eigen leven te leiden. Door aan zichzelf te werken en door de roerselen van hun ziel te volgen, vormen ze eigenlijk een voorbeeld voor anderen. Andere mensen of andere zielen vervullen eigenlijk hun missie door een kanaal te zijn, waardoor de andere zielen naar de aarde kunnen komen. Met andere woorden, door kinderen te baren, op de wereld te zetten en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling, kan dat ook zijn dat jij je missie vervult. En ik zeg bewust niet opvoeden, want dan ga je ervan uit dat kinderen onbeschreven bladeren zijn. Alleen, dat zijn ze niet. De meeste jonge kinderen zijn heel wijze zielen die net nu geboren worden om de energie op de aarde mee te helpen verhogen. Of om hun ouders te triggeren, zodat die in hun transformatie geduwd worden. Dus vergeet niet dat elke relatie in je leven ook komt met een spiegel voor je innerlijke balans. En dat ook misschien dat gewoon een deel is van je missie en een relatie zijn met iemand anders. Dus om terug te keren op de vraag, wat is mijn missie? Een missie hebben is niet altijd spectaculair en groot zoals we het zien bij bekende spirituele leraren of coaches of bekende Vlamingen of internationale bekende personen. Eigenlijk eerder niet dan wel. Want je kan in het spotlicht staan zonder internationaal bekend te zijn. En ook dat is eigenlijk een verkeerde overtuiging. Bovendien is het zo dat we als ziel heel ambitieus zijn. En dat maakt dat we naar de aarde komen met verschillende missies. Missies die gekoppeld zijn aan de lessen die we te leren hebben. Lessen en zielsafspraken die we als ziel zelf gekozen hebben. Dus eens dat we klaar zijn met de ene les, gaan we over naar de andere les. We gaan door naar het volgende leerjaar, als je het zo wil zeggen, of naar het volgende level. En het prachtige, het magische zelfs aan dat alles, is dat dat allemaal heel mooi georganiseerd is. Het gebeurt automatisch, van zodra dat je de roep van je hart volgt. Door te volgen waar jij je toe aangetrokken voelt, vervul je automatisch die les en de eventuele missie waar je nu aan werkt. Net daarom is het belangrijk om bewust te zijn dat je soms iets doet voor een bepaalde tijd in je leven, om het nadien dan weer los te laten en door te gaan naar het volgende. Want daar kan je dan weer opnieuw nieuwe lessen leren, nieuwe uitdagingen aangaan. Wat je zou kunnen zeggen dat je ziel het eigenlijk nodig heeft om constant uitgedaagd te worden. Want het is net door de wrijving dat we ervaren dat we het meeste gaan leren. En in onze maatschappij wordt er nog te vaak verwacht dat we blijven zitten waar we zitten. Vooral als je in een goed betaalde job zit, of als je zekerheid hebt, of als je een goede relatie hebt. Maar als je de lessen geleerd hebt en er niets meer is in die situatie of relatie waar er nog uitgedacht wordt of waar je eigenlijk nog verder kan groeien, dan creëer je eigenlijk een negatieve vorm van karma. En hierdoor kan het zijn dat je bijvoorbeeld in dit leven opnieuw samenkomt met de ziel uit een vorig leven. Waar dat je in een vorig leven niet uit elkaar bent kunnen gaan door waarden en normen in je cultuur en gemeenschap, zijn de tijden nu eigenlijk enigszins veranderd. Ja, wat je hoort is een van mijn poezen die heel graag naar boven wil gaan en ik ben natuurlijk nu bezig. Dus. Nu, de tijden zijn inderdaad veranderd omdat je zelf kan kiezen of dat je in een relatie blijft of niet. Of dat je zelf in ergens blijft wonen of het werk dat je doet. Hè. We beslissen eigenlijk waar we heen willen gaan. Je beslist welke ervaringen dat je wenst
en wat dat er afgesloten mag worden. Dus ik weet dat het ook moed en zelfvertrouwen vraagt om die stap te zetten, maar of dat je nu wilt of niet, wanneer je uit het gekende kader stapt, zullen mensen jou aanspreken. Dus verwacht om rare uitspraken te krijgen. Verwacht om ongevraagde adviezen te krijgen wanneer je beslist om je leven in eigen handen te nemen. Zeker als je mensen plots gaan merken dat je anders gaat gaan reageren dan wat ze van jou gewoon zijn, dan ga je merken dat zij eigenlijk op weerstand botsen. Maar weet ook en besef ook dat die weerstand niets zegt over jouw pad. Het zegt alleen maar waar dat jij hen in triggert. Want de meeste mensen zijn nog gewoon om het gewoon te blijven zitten. Om niet na te denken zelfs. Om gewoon te blijven lopen in die ratrace. En ze zitten nog vast in die gekende matrix. Maar ook hier is de matrix eigenlijk niet iets wat de anderen ons hebben opgelegd. Het is eigenlijk een spinnenweb gebaseerd op onze eigen waarden en normen, gedachten en overtuigingen. Maar al dat niet onbewust overgenomen via de voorouderlijke lijnen. Dus via je ouders, via de familie waarin je opgegroeid bent, de gemeenschap waarin je leeft, het onderwijs dat je gekregen hebt, de ervaringen die je opgedaan hebt. Maar ook daar wil dat niet zeggen dat je er niet uit kan stappen. Maar je kan het altijd anders gaan doen. Want je bent tenslotte een krachtige magische meester van energie. Dus leer daarmee werken en ontdek wie dat je echt bent. En dan zal als vanzelf duidelijk worden wat dat jouw missie nu is. Net door je passie te volgen en te doen wat dat jouw vervulling brengt, wat dat jou blij maakt, vervul je jouw missie. Zo simpel is het. Dus het is niet zozeer van, ik ga op zoek naar mijn missie en ik wil weten wat mijn missie is, zodat ik weet wat ik moet gaan doen. Nee, doe wat dat je toe aangetrokken voelt. Doe wat dat je graag doet. Doe wat dat je leuk vindt. En dan gaat jouw missie wel jou vinden. Dus in plaats van te zoeken naar je missie, zoek liever naar wie dat je werkelijk bent in essentie. Wat maakt dat jij jou bent? Wat zijn je unieke talenten waarvan de ander zegt, wauw, je kan dat zo goed. Terwijl dat jij eigenlijk zoiets hebt van, ik zie het niet, dat is toch maar normaal, iedereen heeft dat toch? Wel, dat is hetgene waar jouw talent is. Dat is hetgene waar jij mee geboren bent om hiermee aan de slag te gaan. Om het te delen met de wereld, om het te delen met de mensen om jou heen, om van dienst te zijn voor anderen. En ook voor jezelf natuurlijk, voor je eigen vrijheid, je eigen geluk, je eigen rust, je eigen overvloed. Het gaat als vanzelf. Je hoeft er niet voor te werken of voor te studeren. Je bent ermee geboren en daar ligt je weg en je missie. En ook daar zit er ook de verkeerde overtuiging dat succes enkel en alleen maar komt door hard te werken. Dat is niet zo. Alles is gecreëerd zodat het moeiteloos kan gaan. Maar het is wij zelf, via onze gedachten en overtuigingen, die ervoor zorgen dat alles moeilijker gaat, dat alles lastiger is. Dus stop meteen de stroom in te zwemmen en kijk waar dat het universum jou wil heen brengen. Kijk wat dat er jou getoond wordt. Kijk wat dat er nu vandaag mag ontstaan. Waar heb je zin in? En wat voelt goed? Dat is hetgeen wat je mag volgen. Daar is waar jouw vortex van manifestatie ligt. Daar is waar jouw missie ligt. Daar is waar jouw passie ligt. Daar ligt de vervulling. Daar ligt wie dat jij beoogd bent hier te zijn. En zoals altijd wil je ontdekken wat jouw passie is. Wie dat je werkelijk bent. En je ziet het niet zo goed op je eentje. Laat mij dan gewoon jouw spiegel zijn. Zodat je snel en moeiteloos doorheen deze transformatie kan gaan. Zo, dat was het voor deze video en podcast. Zoals altijd, mocht je mij willen contacteren, dan kan het via de website, via de linkjes hieronder. En dan hoop ik jou binnenkort te ontmoeten. Zo, en oneindig liefde voor jou en dan wens ik je een fantastische week. Daag!